Khalif Assin is gisteravond winnaar geworden van de VES Master Thesis Prijs. Hij mocht uit handen van de CEO van de Trustbank Amana een symbolische cheque van $1000 in ontvangst nemen. De titel van de thesis van Assin is A Study on the Factors Affecting E-Readiness of the Surinamese Retail Industry. Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de e-readiness van de Surinaamse detailhandel. De Surinaamse Vereniging van Economisten reikt jaarlijks deze prijs uit ter stimulering van maatschappelijk relevant en toegepast onderzoek. Sascha Jabbar, voorzitter van de commissie die de scripties heeft beoordeeld, gaf aan dat alle juryleden onafhankelijk van elkaar de hoogste score hebben gegeven aan de scriptie van Assin. En het was echt, het was heel fijn. Het was heel fijn. Het betekende dus dat het de hoogste score, onafhankelijk van wie dan ook, heeft verdiend. En dat was heel prettig. Ik kreeg ook niet van die moeilijke discussies meer. Maar voordat we de titel van de scriptie met de hoogste score aan u bekendmaken, nog even het waarom van de scriptieprijs. Het geeft het belang, wij willen als VES het belang weergeven van een education op wetenschappelijk niveau. Want vaak hoor je zeg maar gedachten in de samenleving, en ook daarbuiten hoor, dat bijvoorbeeld wetenschappelijke opleidingen echt te veel bagage hebben, te veel ballast hebben. Let's do hands-on en zo, laten we dat ding direct gaan doen. Maar het is ook belangrijk om te weten, om een beetje dieper te gaan dan dat. Toch, dan naar die hands-on, let's do it. Dat de theoretische overwegingen spelen achter keuzen die gemaakt worden, waar mensen vaak zich niet bewust van zijn. Toch? En kom je in de praktijk voor allerlei onverwachte situaties. Tot zover Sascha Jabbar, voorzitter van de commissie die de VES Master Thesis heeft beoordeeld. Volgens haar vindt er nu een gevaarlijke ontwikkeling plaats, waarbij meningen en oordelen worden gevormd op social media op basis van emoties. Dat is dan ook een van de redenen voor de VES om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Trustbank Amana-directeur Maureen Bajuri is heel verheugd dat ze voor de derde keer op rij de scriptieprijs kon sponsoren. Als er mensen zijn die daarover een onderzoek gaan doen en willen schrijven, dat juichen we ten zeerste. En als Trustbank Amana zeggen we ook, we kijken naar investeringen die toekomstgericht zijn, duurzaam zijn. En dan denken we niet alleen aan projecten, maar zeker ook aan investeren in human capital. Dus vandaar dat we vanavond weer hier zijn, met heel veel genoegen nogmaals, om dus de VES-scriptieprijs te overhandigen aan Khalif Assin. En ik kan het niet nalaten natuurlijk om te zeggen, ik hoop jou binnenkort te mogen verwelkomen als klant van Trustbank Amana. De overige scriptieschrijvers mochten een boekenbon in ontvangst nemen. De uitreiking van de scriptieprijs was onderdeel van de nieuwjaarsreceptie van de VES, die gisteravond in de Royal Ballroom is gehouden.